Derel, welkom thuis. Hoe voelt het om weer terug te zijn? Ja, voelt goed. Um, ja, blij dat, uh, dat ik nu heb getekend. En, um, ja, lange tijd, 13 jaar geleden. Ik kom nu terug en uh, ja, ik, ik, kijk er, ik kijk er naar uit om weer op het veld te staan. Je traint al anderhalve maand mee met de groep. Hoe is dat bevallen? Ja, goed. Um, we hebben, ik heb een goed beeld van. Van de selectie, uh, ik heb het naar mijn zin. Um, ik ben uh, ja, wel echt goed fit. En, uh, dat was eigenlijk ook de intentie om, om goed fit te worden. Um, ja, en ik denk dat ik heel dichtbij ben. Um, um, en nu gaat het om wedstrijden spelen, wedstrijd fit worden. En dat, dat kan ik alleen maar worden door, uh, door wedstrijden te gaan spelen. Ja, er was ook al voor jou wat interesse vanuit het buitenland. Wat heeft voor jou dan toch de doorslag gegeven om uh, voor Adernaag te kiezen? Ja, dat is, dat is ook puur. Uh, ik heb met mijn familie uh, heel goed alles besproken. Ik ben zeven jaar weg geweest in het buitenland. En um, ja, er was inderdaad interesse van, van, van verschillende landen. Alleen uh, kies ik nu ook in dat opzicht voor hun. Um, de kinderen zitten op school in Nederland of in Den Haag. En uh, ja, ik denk dat het uh, ook voor hun de vastigheid goed is om terug te, terug te gaan nu naar Nederland op dit moment. En vanuit daar uh, nu gekozen voor ADO. Nou, is dat dan ook een, een bewuste keuze om tot medio 2023 te tekenen? Ja, uh, ook dat. Um, ik, uh, wat ik zeg, ik, ik, ik denk dat er, dat er nog wel veel te, te winnen is in, in, dit, in dit ADO op dit moment. We staan er niet goed voor, dat is, uh, dat is duidelijk. En uh, ja, wij moeten daar met z'n allen alles aan gaan doen om, uh, om, om het om te gaan draaien. En ik denk, uh, ik heb er wel vertrouwen in. Het zal, het zal niet makkelijk gaan worden, maar. Uh, ja, ik, heb wel, uh, ik vind het een uitdaging en uh, ja, die pak ik aan. En, uh, ja, we gaan ervoor. Uh, wat hoop jij toe te kunnen voegen aan dit uh, Adelenhaag? Nou ja, sowieso ervaring natuurlijk. Um, maar ook kwaliteit. Ik ben getig. Ik kom hier zeker niet om af te bouwen, maar gewoon echt om, uh, om, om te presteren. En, um, ja, wat ik zeg, ik ben getig. Ik, ben, ik heb een jaar niet gevoetbald. Een hele vervelende besturen gehad. Maar nu uh, ben, ben ik weer klaar om... Uh, ja, om dat te gaan staan en uh, ik kijk ernaar uit. Nou, wat zijn je verwachtingen? Nou ja, ik verwacht dat wij het tweede seizoen zelfs uh, uh, beter aan de, uh, voor de dag komen dan de eerste. Uh, ik denk dat het doel uh, op dit moment handhaving is. En daar, uh, daar moeten we alles voor doen. Um, en de jaren daarna, dat, uh, ja, ik, ik hoop natuurlijk uh, uh, ook te groeien met de club. En, uh, maar goed, laten we eerst nu focussen op, op, op dit jaar. en uh, ja, Dat is gewoon nu handhaving. En, daar, en daar, dat, zal een, dat zal een uitdaging worden, maar wat ik zeg, ik heb er wel vertrouwen in dat, dat we dat kunnen gaan, kunnen gaan bereiken. Bij Ado Den Haag beleefde jij je doorbraak in het betaalde voetbal. Hoe kijk jij terug op die periode? Ja, dat is natuurlijk een. Wat ik zeg, ik maakte mijn debuut daar, ik speelde in de jeugd natuurlijk. En ik maakte mijn debuut en ja, dat was, was heel kort: zes maanden maar wel gelijk promotie naar de eredivisie en uh, sindsdien is het er ook niet meer uitgegaan ado. Dus ja, dat is uh, een periode waar ik heel positief naar terugkijk. Ja, ben je de club altijd uh, blijven volgen? Ja, ja. Ik uh, eigenlijk alle clubs wel waar ik speel, uh, waar ik heb gespeeld, die volg ik eigenlijk altijd nog wel. Niet zo intensief natuurlijk als dat je, als dat je bij wijze van spreken ado en ook wel feyenoord, die ik wel echt op de voet volg. Uh, maar um, ja, zeker ook, Ado. Uh, die ben ik altijd blijven volgen. Mooi dat nu de cirkel uh, helemaal rond is. Ja, ja de cirkel die, die wordt nu rond. En uh, nogmaals, ik ben blij dat ik, uh, dat het, uh, dat ik nu kan tekenen, uh, dat ik um, ja, weer kan gaan voetballen. En dat is echt uh, iets wat ik echt heb gemist het afgelopen jaar. Dus uh, ik wil mezelf laten zien dat ik weer fit ben en dat ik gewoon weer de oude kan zijn. En uh, ja, dat is aan mij. Je vertelde van dat je misschien alleen nu nog wat wedstrijdritme mist. Hoe realistisch is het dat jij 9 januari RKC uit erbij bent? Nee, dat is wel realistisch, denk ik op dit moment. Alleen wat ik zeg, ik heb natuurlijk een jaar geen wedstrijden gespeeld. Uh, maar goed, dat krijg je. Je komt in die flow weer om, uh, door wedstrijden te spelen. Dus ik denk dat het realistisch is dat ik erbij ben. Maar goed, ik heb daar uh, nog niet uitgebreid met de trainer over gesproken en, uh, ja, dat zullen we zullen we dadelijk uh, zullen we binnenkort gaan doen.